Pieter Mulders promoveerde en doet het goed met Rijnsburgse Boys en Hans Kraaij junior. Kreeg vorige week een zeper te verwerken tegen IJsselmeervogels toen het kansloos was en met 3-0 verloor. FC Liende met de aanval en dan Van der Meirakker die de voorzet moet geven. En dan houdt er uiteindelijk nog een hoekschop aan over. Veel mensen weer naar de Abdijhof gekomen. En zij zien de eerste kans voor de thuisploeg met Van der Meirakker. Maar die bal die gaat aan het doel van de doelman van Nieuwkoop voorbij. Rijnsburgse Boys zag de wedstrijd tegen AFC worden afgelast. Die wordt 11 november ingehaald. En dit is de vrije trap gegeven door scheidsrechter Smit. En dan mag hij zich gaan klaarmaken, Richard van Nieuwkoop, op een poging van Van der Meirakker. Die laat hem lopen en dan is dit een geweldig balletje, maar die gaat er uiteindelijk niet in. Ben Dadi was de nemer van de vrije trap. 0-0 dus nog altijd. En Liende dat sterker is, Liende dat jaagt, Liende dat scoort. Nee, scoort niet. Misschien had die bal wel op Van der Meirakker gemoeten, maar Bellassan doet het zelf en schiet die bal dus naast. In de tweede helft, na de ruststand van 0-0, zien we in één keer dat Rijnsburgse Boys ook durft in de 16 te komen van de tegenstander. En sterker nog, het is een overtreding op Jordi Stroker. En dat betekent een strafschop voor Rijnsburgse Boys. Stroker wordt daar opgevangen. En het is scheidsrechter Smit die de strafschop toekent. En dan hebben we één man die dat kan. Zijn naam Wesley Goeman. Het is de 48e minuut en vlak na de T dus Rijnsburgse Boys op een 1-0 voorsprong. En dat is misschien wel tegen de verhouding in. Het is een beetje raar doorgaan daar op dat middenveld van Ossenvoort. Weer een vrije trap voor Liende. Weer de vrije trappennemer. En dan is het in tweede instantie toch raak. Jermo Wilsterman met de 1-1. De vrije trap werd weer genomen door Ben Dadi. Redding is uitstekend. Maar de rebound komt recht in de voeten van Jermo Wilsterman. Lona werken weet Hans Kraaij junior. Rijnsburg dan weer. Dat de komende week ook nog voor de beker speelt. Hier is het gevaarlijk met Tillema. Maar de voorzet wordt dan onschadelijk gemaakt. En Mulders ziet dat Liende op jacht gaat naar de zegen. Moeizaam. Opoku nu met de bal vooruit. Dan komt hij in de voeten van Jongenelen. En dan de poging van Tillema. Tillema niet, want daar is ook een doelman bij Liende. Jan Schimmel is de naam. En in tweede instantie gaat hij er dus ook niet in. Weer balbezit voor Gielissen. Zoeken weer naar Jongenelen. Overname is daar uitstekend. En Bijl kan dan wat meters maken. Ben Dadi met de voorzet en dan heb je hem. Danny van der Meirakker. Het is de 89e minuut van de wedstrijd. Hij scoorde er al 3 en dit is zijn 4e. En dan is hij toch weer levensgevaarlijk. En zorgt hij dat Liende gewoon op 2-1 komt in de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Dan de invaller, Wiave Dankwa. En hij kan het bijna afmaken tot de 3-1. Alleen hij mist. En dus is er gelach langs de kant en is er blijdschap bij Hans Kraaij junior. Want hij wint met 2-1 van Rijnsburgse Boys.